Ja, we zitten hier vandaag met Davy en Mirna en dan ook de kleine Juda erbij. Om hun verhaal te horen, om hun getuigenis te horen. En dat zal uiteraard zal dat over Juda gaan. Maar voor de mensen die jullie nog niet zo goed kennen, zou je ons eens mee kunnen nemen in wat jullie is overkomen. En dan zo'n anderhalf jaar geleden beginnen met vertellen. En dan zo eens meenemen naar waar Juda nu staat. Ja. Nou, toen ik 20 weken zwanger was van Juda, hebben wij een echo gehad. En het was eigenlijk vrij snel duidelijk dat het niet goed met hem ging. Dat hij zich niet goed ontwikkelde. Toen zijn we een aantal weken onder controle geweest in het ziekenhuis daarvoor. En uiteindelijk is besloten met 32 weken dat hij geboren moest worden. Omdat zijn hoofd toen al te groot was. Anders zou hij niet meer veilig mijn buik uit kunnen in ieder geval. Dat is wel vroeg. Ja, dat is heel vroeg. Ja. En dat was ook wel een moeilijke overweging. Hè? Want je gaat een kindje waar eigenlijk al van alles mee aan de hand is. Ga je ook nog met prematuriteit opzadelen. Nou, dat is best wel een moeilijke keus. En dat was ook wel een moeilijke keus voor ons en ook voor het ziekenhuis. Maar toen is hij geboren. En toen heeft hij vrij snel een MRI-scan gehad om echt uitsluitsel te geven over wat er met hem aan de hand was. Dat is de dag na zijn geboorte al gedaan. En in medische termen heeft Juda hydrocephalus, schizencefalie en septo-optische dysplasie. Nou, dat zegt denk ik 99% van de mensheid helemaal niks. Je bent mij al helemaal kwijt. waar het op neerkomt is dat hij heeft een vrij extreme vorm van waterhoofd. Wat eigenlijk in zijn hersenen voor heel veel andere schade heeft gevormd. Dat ervoor heeft gezorgd dat bepaalde delen niet goed ontwikkeld zijn. Hij mist ook een heel deel van zijn hersenen zelfs. En dat was heel heftig nieuws voor ons. En ook voor de artsen eigenlijk wel was het best wel een schok hoe heftig het was. De artsen hebben toen ook gezegd, nou, wij vinden dit wel zo. Wij verwachten dat dit zodanig heftig wordt voor hem. Dat wij zouden aanraden om hem niet te behandelen. Hmm. Omdat ze heel bang waren voor zijn levenskwaliteit. Eigenlijk werd er verwacht dat hij helemaal niet zou kunnen. Hmm. Daar hebben wij heel veel over nagedacht, natuurlijk ook voor gebeden. Maar dat voelde voor ons gewoon niet als de goede weg. Dus wij hebben gekozen om hem wel te behandelen. Wat best wel even strijd heeft gegeven, ook met het ziekenhuis. Maar wat we wel gedaan hebben. Nou ja, we hebben een filmpje, we hebben Juda natuurlijk meegenomen, maar we hebben ook een filmpje meegenomen van hoe hij het nu doet. Ja, gaan we er nu naar kijken? Gaan we nu naar kijken. Oké. Okay. Wat ontzettend gaaf om te zien, Davy. Maar wat ik me zo afvroeg is, wat heeft het met je geloofsleven gedaan? Als je dan zo'n mededeling krijgt en dan... Ja. Dat was inderdaad al heel snel aan het begin van het proces bij de 20 weken. We kwamen in het ziekenhuis en toen kregen we dus het bericht dat dat zijn hersenen ernstig beschadigd zouden zijn. En ja, dan ga je nadenken over de toekomst. Je hoopt natuurlijk om gewoon een lief, vrolijk, gezond kindje te krijgen. Ja. En het deed me zo'n verdriet om te beseffen van hij gaat misschien ernstig verstandelijk beperkt. Gaat hij kunnen lopen, praten? Redt hij überhaupt de bevalling wel? Ik heb daar echt heel veel verdriet van gehad op het moment in het ziekenhuis dat we dat hoorden. En dan ga je direct ook in gebed en vraag van, ja, maar waarom dan? Waarom moet dit gebeuren? En tegelijkertijd heb ik toen een soort vrede of een rust gekregen. Omdat God het leven in de handen heeft. Mm. En het leven is voor ons niet maakbaar. En dat besef kwam gewoon direct. En dat geloof ik ook en zo is het gewoon ook. Dus ik kon accepteren en ik geloof dat hoe Juda ook ter wereld zou komen, of hij het zou halen of niet. En als hij het wel zou halen, welke beperkingen die dan ook zou hebben, dat we de kracht zouden krijgen en dat we het wel zouden redden met zijn drietjes. Ja. En dat is, het heeft me dus een seconde doen twijfelen en daarna direct kwam ook wel weer het vertrouwen. Maar dat heb ik niet zelf gedaan. Ik denk echt dat God me dat gegeven heeft en dat ik me kon herpakken. En Mirna heeft me er ook echt wel bij geholpen. We hadden elkaar daarin heel erg nodig. Hmm. Dat was heftig. Ja, want hoe was dat voor jou, Mirna? Wel vergelijkbaar denk ik als voor Davy.
dat je toch even denkt, oh, wat overkomt me nou en kan ik dit wel? En dat heb ik ook heel vaak gedacht. En ook al voordat ik moest gaan bevallen, ik wist dan dat ik een keizersnede moest krijgen. En dat vond ik heel eng. Ik heb wel heel vaak gedacht, ook stap op het eerste beste vliegtuig en ik ga weg. Maar ja, dat kan natuurlijk helemaal niet, dat lost het ook helemaal niet op. Maar daardoor moet je op een gegeven moment wel vertrouwen. En je moet wel, je moet wel op God vertrouwen dat het goed komt. En daardoor krijg je ook wel kracht. En ook wel doordat we, doordat er zoveel mensen om ons heen waren die voor ons aan het bidden waren. En op een gegeven moment dat we echt dachten, het lijkt wel alsof er in elke stad van Nederland wel iemand is die Juda's verhaal kent en die daarvoor bidt. En dan heb je het nog niet eens over buitenland. Ja. Ja, dat geeft ook heel veel kracht, want op dat moment kun je heel vaak zelf ook helemaal niet bidden, want je zit zo vol. Ja. En dat voor je gedaan wordt dan, ja, dat is wel iets, dat is wel iets heel krachtigs ook. Want die steun die heb je wel ook gewoon echt fysiek ook wel ervaren. 100%. Ja, 100%. Ja, en dat heb je echt nodig. En dat hoeft helemaal niet. Ja, helemaal niet iets heel geks te zijn of iets heel, heel bijzonders. Maar ja, we hebben wel echt wel ervaren wat het is om om in een gemeente te zijn. En bijvoorbeeld, we hebben in het Ronald McDonald Huis gezeten. En daar is door mensen van de gemeente is gezorgd dat we elke avond te eten hadden. Ja. Maar dat was niet een weekje, toch? Nee, dat is 7,5 weken, 8 weken zo geweest. Ja. En dat is ontzettend bijzonder. Ja, dat maakt je zo dankbaar. En dat doet je echt beseffen hoe mooi het is om onderdeel van de gemeente ook te zijn. Ja. Het is vandaag Moederdag. Ja. Het is voor jou de tweede keer dat je Moederdag mag vieren. De vorige Moederdag waren jullie toen al thuis of nog niet? Of? Nee, wij waren toen net 2 weken thuis uit het ziekenhuis met Juda. Ja. Ja, dus dat is echt gewoon een jaar geleden dat allemaal gebeurde. Ja. Maar hoe is het voor jou om moeder te zijn? Hoe kijk je tegen Moederdag aan? Ja, ik was vorig jaar vooral heel blij dat ik überhaupt Moederdag mocht vieren met een kindje die er nog was. Ja. Ja, dus dat was wel ontzettend bijzonder. Vorig jaar was een heel bijzonder moment. En je maakt natuurlijk een hele gekke start als moeder. En ik denk dat voor het eerst moeder worden, dat altijd iets heel, heel moois is, maar ook iets heel intensiefs is. Ik zit te knikken, maar ik weet ik hoor van wel meer moeders dat zo is. Dus ik denk niet dat dat aan mij ligt. Het is natuurlijk ook iets heel moois. Maar je maakt wel een rare start op het moment dat je weet dat je je kindje misschien wel gaat verliezen. Of dat er misschien wel heel veel verdrietige dingen zullen gebeuren. Dus dat het duurde voor mij ook wel even voordat ik echt het besef had dat ik echt Judas een moeder was. In de zin van, ook in een ziekenhuis zijn er natuurlijk allerlei artsen die van alles over hem zeggen. Verpleegkundigen die van alles over hem zeggen. Die over heel veel dingen veel meer weten dan ik bijvoorbeeld. Ja. Dus op een gegeven moment als je dan thuis komt, dan moet je echt die schakeling gaan maken naar, maar dat die verantwoordelijkheid is van mij. En het is en van Davy natuurlijk. En het is mijn kindje. En niet van hen. En dat was ook nog wel, dat is wel mooi om te vertellen. In het proces waarin wij gingen beslissen of we wel of niet Juda zouden behandelen. Toen zei op een gegeven moment een verpleegkundige nog tegen mij. Je moet niet vergeten dat het niet het kindje van de arts is, maar dat het jouw kind is. Ja. En zij weet denk ik helemaal niet wat voor impact het had wat zij zei. Maar dat is wel, ik denk dat veel ziekenhuisouders dat wel herkennen. Dat je steeds bewust moet blijven van, jullie kunnen wel van alles zeggen, maar het blijft wel mijn kind. En die schakeling is wel ingewikkeld om dan echt weer je daar zeker in te voelen. En dat is echt iets wat moet groeien. En waar je samen ook in moet groeien als ouders, maar ook als moeder en kind zijnde. Ja. En dus ik heb dat jaar van moederdag tot moederdag is het allermooiste jaar van mijn leven geweest. En tegelijkertijd heb ik ook heel veel geleerd. Ja. Ja. En nog steeds. Gelukkig. Ja. Ja. Ik zou nog zoveel dingen willen vragen. En als ik hem dan ook zo zie, dan is het zo prachtig ook mooi. Maar hoe, als afsluiting, wat zouden jullie de gemeente nog mee willen geven? Nou, wat ik... ik heb denk twee dingen heel erg geleerd. Aan de ene kant... dat je echt alles aan kan met God. Als je mij 2 jaar geleden dit verteld had ik gezegd, nou, dat kan het niet. En dat is niet waar. Hmm.
En daarnaast wat ik ook heel erg geleerd heb, is dat je ook voor kleine dingen mag bidden. Ik vond dat altijd heel moeilijk. Ik heb heel vaak met bidden dat ik dacht, oh, maar God heeft toch wat beters aan zijn hoofd. Ja. En wat voor mij daar een heel leerzaam moment was, is hij werd op een gegeven moment geopereerd. Nou, dat was allemaal goed gegaan. Alleen hij moest terug naar de IC. Mm. Want iets was niet helemaal goed gegaan, technisch verhaal. Maar hij moest terug naar de IC en terug ook op het kamertje waar we gewoon heel veel nare dingen mee hadden gemaakt. En daar moest hij sowieso, we hadden ze gezegd, 4 dagen blijven. Want eerder zou er toch ook geen plek zijn om hem naar zijn andere verpleegafdeling te brengen. Nou, ik vond het heel heftig om daar te zijn. Ik vond het heel naar en heel verdrietig. En die avond kon ik ook niet naar het ziekenhuis. Want kon gewoon al die herinneringen kon ik niet verwerken. En het voelde, ik merkte dat ik heel graag wilde bidden dat hij daar weg mocht. Maar dat voelde heel oneerlijk. Want vond ik dan vanuit mezelf. Want ik dacht, ja, God heeft net hem door die operatie heen geholpen en alles. En dan ga ik nu tegen God zeggen, ja, bedankt. Maar wilt u dan ook nog even dit en dit? En toen dacht ik, nee, volgens mij werkt het zo niet. En toen heb ik er toch voor gebeden, wat me best wel even een soort overtuigingskracht naar mezelf toe kostte. Ja. En de volgende ochtend kwam ik wel weer in het ziekenhuis met Davy. En toen kwam de dokter naar ons toe. Die zei, ja, het gaat goed met Juda en we hebben toch plek, dus hij mag terug. Oh, wauw. Ja, en dat was echt, ik stond daar echt in tranen toen. En het was zo bijzonder. En toen dacht ik, ja, zie je, je moet niet voor God beslissen wat hij wil doen. Je moet alles vragen en hij beslist wel of hij er tijd voor heeft of niet. En dat heeft echt voor mij heel veel veranderd. Ja, mooi. Ja. 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 Heb jij er nog een aanvulling op, Davy? Ja, nou, een bijbeltekst die me eigenlijk in het hele leven al wel doorheen brengt en hierop ook heel toepasselijk is. Maar wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht. Jesaja 40, vers 31. Oh, wauw. Mooi. Dank jullie wel.